Hey poppertjes. Weer is het dus. De boekenreview van David en Goliath van Malcolm Gladwell. Die ik las vorige week. Malcolm Gladwell heb ik al gelezen. Talking to Strangers was het eerste boek dat ik las ervan. Vond ik een heel goed boek. David en Goliath is van een heel ander onderwerp, maar hij gebruikt wel een beetje dezelfde layout in al zijn boeken. Dit boek gaat eigenlijk over de kleine man versus de grote man of vrouw of whatever. En eigenlijk over hoe dat voordelen en nadelen kunnen lijken. En omgekeerd ook dus hoe dat nadelen eigenlijk een voordeel kunnen zijn. Zei ik dat net? Of, anyway, ja. Dus nadelen kunnen voordelen zijn. En omgekeerd. Hij begint ook met de anekdote over David en Goliath. Die een Bijbelsverhaal is. Oorspronkelijk, denk ik. En over hoe dat Goliath eigenlijk helemaal in... hoe zeg je dat in het Nederlands? Helemaal gepanzerd naar beneden kwam van de berg in ergens, I don't know waar. voor de exclusieve feit moet je in het boek zijn, niet bij mij, ik doe enkel de review. over hoe dat Goliath dus eigenlijk redelijk gepanzerd was, klaar was voor een man-op-man gevecht. En dat David gewoon een herdersjongen, superklein ook, een smalle jongen die het gevecht aanhing ermee. En dat eigenlijk gewonnen heeft door op een heel slimme manier aan het werk te gaan in plaats van echt de kracht te gebruiken. En dat is ook een beetje heel hetgeen dat Malcolm Gladwell in dit boek wil aantonen. Dat als je niet sterk bent, moet je eigenlijk gewoon slim zijn. Wat dat wel alleen een leuke insteek is in het boek. Het is wel eerder een anekdotisch boek. Het is niet echt sociologisch onderzoek. Hij gebruikt eigenlijk vooral anekdotes om zijn idee te staven. Dus als je daar bent voor de harde wetenschap over waarom dat voordelen en nadelen zijn en omgekeerd, dan is dat niet het boek. Het is eerder gewoon anekdotes die dat staven. Soms, allee, sommige onderdelen in het boek bevatten wel wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld over de groottes van een klas en wat dat beter is voor de leraar dan, of net voor de klas. Dat was wel redelijk gestaafd met wetenschappelijk onderzoek, dus dat vond ik wel een goed hoofdstuk ook. Maar voor de rest is het eigenlijk een vlot boek. Leest heel snel, is ook geen moeilijk Engels. En draagt wel een mooie boodschap in zich. Dus ik raad het wel aan om te lezen dat je anekdotes wel over de meest verschillende onderwerpen die dan toch eigenlijk een gemeenschappelijke basis hebben, of waar dat hij een gemeenschappelijke basis uit kan halen. Zoals bijvoorbeeld de omgekeerde U-curve, die in heel veel aspecten belangrijk is. Voor nog een keer terug te keren op het hoofdstuk van de klassengroottes, is bijvoorbeeld een hele kleine klas niet zo positief, maar ook een hele grote klas ook niet. Een hele kleine klas, omdat dat eigenlijk... Je legt dat uit met de vergelijking van dat is uw kinderen die op de achterbank in de auto zitten een ruzie te maken. Ze zijn te dicht op elkaar, dat is te intens. En een hele grote klas, omdat je eigenlijk geen overzicht niet meer hebt over de interacties, de vele interacties in de klas. Dus eigenlijk is het gewoon zoiets van de middenmaat is best, wat dat wel op veel vlakken zo is. Daar ben ik het wel met hem mee eens. Er zijn ook wel onderwerpen dat ik redelijk ver gezocht vond. Bijvoorbeeld dat die ging over Martin Luther King en al hetgeen dat hij gedaan heeft voor eigenlijk zijn campagne te voeren. Dat vond ik wel ver gezocht in hetgene dat hij wil aankaarten met zijn boek. Maar voor de rest was het een heel leuk boek om te lezen. Ik heb het redelijk vlot uitgelezen ook. Je schrijft ook vlot en het is leuk om te lezen. Dus ik ga er zeker wel nog van hem lezen. Maar als je echt puur de wetenschap wil en de harde feiten, dan is dat waarschijnlijk iets dat je minder leuk gaat vinden. Doei!